Nou, het is een situatie dat we natuurlijk hebben gevolgd de afgelopen weken en maanden nu. De situatie is er een van dat eigenlijk in een beetje in contrast staat met de waarden en normen die het medisch gebied schraagt op het stuk van soevereiniteit, non-interventie. En ervoor zorgen dat we een vreedzame ontwikkeling voorstaan. CARICOM, ministers van Binnenlandse Zaken, hebben afgelopen weekend hierover van gedachten gewisseld. En nadrukkelijk is daarbij aangegeven dat we onze stem moeten laten horen in termen van bescherming van de soevereiniteit van een land. Maar ook de oproep aan alle partijen om via diplomatieke kanalen naar een oplossing te zoeken. En de diplomatieke inspanningen die reeds gepleegd worden, die te ondersteunen. Het is een duidelijk signaal van CARICOM dat wij begrijpen dat wanneer er iets verkeerd gaat, daar in dat deel van de wereld het consequenties zal hebben voor de internationale stabiliteit. Maar meer nog voor zeg maar het internationale financiële gebeuren. Zeker voor wat betreft de verhoging van prijzen voor olie, voor goud en een aantal andere zaken. En dat zal tot meer instabiliteit leiden. De verschillende supply chains, de goederen die van verschillende locaties moeten gaan. Dat allemaal gaat niet goed zijn voor ons als we dit conflict zien escaleren. Dus onze call is geweest om naar de-escalatie door middel van dialoog en vreedzame onderhandelingen.